Goedendag, ik ben Leon Massuger, een van de gynaecologisch oncologen in het UMC Sint Radboud te Nijmegen. In deze video geef ik u informatie over eierstokkanker, ook wel ovariumcarcinoom genoemd. Op de polykliniek heeft u over het algemeen contact met één van ons. Echter, wij behandelen u als team. Dus u kunt ook de anderen treffen op poli- of operatiekamer. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1200 vrouwen eierstokkanker vastgesteld. Eierstokkanker is een kwaadaardige zwelling uitgaande van één of beide eierstokken. De ziekte ontstaat meestal bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. Een eierstok bestaat uit drie typen weefsel waaruit een kwaadaardigheid kan ontstaan. De buitenbekleding, epitheliale tumoren, het steunweefsel, stromaceltumoren en de eicellen, kiemceltumoren. Het onderscheid in verschillende tumoren wordt gemaakt omdat de behandeling per tumorsoort anders is. De epitheliale eierstokkanker is de meest voorkomende soort en zal als voorbeeld dienen voor deze film. De exacte oorzaak van eierstokkanker is vooralsnog onbekend. Wel kennen we bepaalde factoren die het risico op deze ziekte mogelijk verhogen, zoals erfelijkheid, waarbij onder andere ook veel borstkanker in de familie voorkomt. Veel eisprongen hebben gehad, zoals bij vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen, of vrouwen met een eerste menstruatie op jonge leeftijd en een late overgang. Er zijn bewijzen dat er een beschermende werking uitgaat van het hebben doorgemaakt van meerdere zwangerschappen, het geven van borstvoeding en het gebruik van de anticonceptiepil. Wat merkt u? Doordat de eierstokken vrij gelegen zijn in de bijkholte, zijn er in de beginfase van deze ziekte over het algemeen weinig of geen klachten. Er zijn dus geen echte waarschuwingssignalen. In de hogere stadia van de ziekte bestaan de klachten over het algemeen uit een wat opgeblazen gevoel, een hele lichte buikpijn en een wat dikker worden van de buik. Dit zijn allemaal erg onspecifieke klachten. Klachten die niet direct doen denken aan eierstokkanker. Bij de aanwezigheid van deze klachten hoeft het dus ook niet te betekenen dat u daadwerkelijk eierstokkanker heeft. Wel is het raadzaam om op het moment dat deze klachten langer dan 3 weken bestaan, contact te zoeken met uw huisarts. Het is onduidelijk hoe snel eierstokkanker groeit en zich verplaatst in de buikholte. Wel weten we dat bij eerste presentatie van de klachten vaak beide eierstokken zijn aangedaan. Ook kan de tumor zich dan reeds hebben uitgebreid naar de eileiders, de baarmoeder, de vetschort en soms blaas of darmen. Als de binnenbekleding van de buikholte betrokken is, zal er vocht in de buikholte aanwezig zijn, ascites genoemd. Al naar gelang de uitbreiding van de kanker wordt deze in stadia verdeeld. Ieder stadium heeft zijn eigen behandeling. Als u wordt verwezen met de verdenking eierstokkanker, zal bij een eerste polykliniek bezoek de arts een uitgebreid gesprek met u hebben. Ook zal lichamelijk en gynaecologisch onderzoek plaatsvinden. Vaak wordt ook een echo-onderzoek en een bloedonderzoek verricht. Als er verdenking is op eierstokkanker, zijn aanvullende onderzoeken meestal noodzakelijk. Dan wordt een CT-scan van buik- en borstholte gemaakt om de uitgebreidheid van de tumor en eventuele uitzaaiingen in kaart te brengen. Ook is het mogelijk dat vocht voor onderzoek uit buik- of borstholte wordt gehaald indien dit aanwezig is. Op basis van de verkregen gegevens wordt het stadium van de ziekte bepaald en wordt een individueel behandelplan gemaakt. In een aantal gevallen is het nodig vooraf aan de behandeling nog een kijkoperatie uit te voeren.
De behandeling bestaat over het algemeen uit een combinatie van een operatie en chemotherapie. De volgorde hiervan kan echter per patiënt anders zijn. Het is mogelijk dat eerst een operatie wordt verricht, gevolgd door chemotherapie. Een andere mogelijkheid is dat we starten met chemotherapie om de tumor kleiner te maken, gevolgd door een operatie en wederom chemotherapie. De operatie is meestal zeer uitgebreid en wordt uitgevoerd via een snede van schaambeen tot ruim boven de navel. Tijdens deze ingreep wordt al het afwijkende weefsel weggenomen. Al het verwijderde weefsel wordt door de patholoog onderzocht. Na ongeveer 14 dagen is de uitslag van de patholoog bekend. U bent dan al thuis. Voor het uitslaggesprek komt u op de polykliniek. Dit gesprek vindt plaats nadat er een overleg tussen patholoog, radiotherapeut en medisch oncoloog is geweest, waarbij bekeken wordt of de behandeling klaar is of dat een vervolgbehandeling noodzakelijk is. Links hanteren en dat is ongeveer 3 duidelijke distributie. Hallo, Annemiek van Noot. Amanda. Hoi Amanda, ik kom even de chemokuur bij jou doen. Zoals eerder gezegd bestaat een dergelijke vervolgbehandeling meestal uit chemotherapie via een infuus in een bloedvat, waarvoor u verwezen wordt naar de medisch oncoloog. Bij sommige patiënten bestaat de mogelijkheid om chemotherapie via een onderhuids slangetje direct in de buik te geven. De zogenaamde intraperitoneale chemotherapie. Het slangetje wordt tijdens de operatie onder de huid aangebracht, zodat de medisch oncoloog hierdoor de chemotherapie kan geven. Nog 2 maanden bloedverlies gehad. Na de operatie komt u regelmatig op controle tot tenminste 5 jaar na de behandeling. Ja, behoorlijk. Tijdens de controlebezoeken vindt een gesprek plaats en verricht de arts lichamelijk en inwendig onderzoek. Indien nodig vindt aanvullend onderzoek plaats. Stel tijdens de controles vragen die u heeft, hoe simpel ze ook lijken. U kunt ze thuis alvast opschrijven om te voorkomen dat u iets vergeet. Mocht u tussendoor klachten krijgen die niet vanzelf overgaan en of ernstige onrust geven, dan is een tussentijds bezoek altijd mogelijk. Dat heeft ook toch wel een beetje te maken. Het hebben van kanker, de behandeling en het herstel vergt veel van u, zowel fysiek, psychisch als emotioneel. Maar de praktijk laat zien dat veruit de meeste vrouwen met hulp van hun omgeving en hun naasten deze periode op een goede manier kunnen doorstaan. Daarbij kunt u desgewenst ondersteuning krijgen via het Taborhuis, Stichting Herstel en Balans en de medisch psycholoog. Dit alles zal tijdens de controleafspraak met u besproken worden. Mocht u naar aanleiding van deze video vragen hebben, stel ze dan gerust aan ons, ook verwijzen wij naar onze website.